Dames en heren, het is 7:00 en ik zou u vriendelijk willen verzoeken om te gaan staan voor het openingsgebed. Almachtige God, in deze vergaderzaal bijeengekomen om de belangen van de gemeente Simpelveld te behartigen, vragen wij uw zegen over het werk dat ons wacht. Schenk ons een helder inzicht in de aangelegenheden die wij moeten bespreken. Steun ons in de juiste waardering voor elkanders meningen en in het streven al onze handelingen uitsluitend op het welzijn der gemeenschap te richten. Dank u wel. Dames en heren, van harte welkom bij deze bijzondere vergadering. Een hartelijk woord van welkom ook aan uiteraard de mensen die aanwezig zijn op de publieke tribune, ook aan de kijkers thuis. Want deze vergadering wordt live ook via de livestream uitgezonden. En een bijzonder woord van welkom aan onze speciale gasten van vanavond. Rechts van mij, van u links, onze gouverneur. Van harte welkom. Dank u wel. Wij verwelkomen ook mevrouw Van Dinter en Meijers van het kabinet. Dan gaan we door met de mededelingen. En er zijn geen afmeldingen en verdere mededelingen voor vanavond. En dan gaan we naar de vaststelling van de agenda zoals die voor u ligt. Ik kijk even rond of er op- of aanmerkingen zijn met betrekking tot deze agenda. Ik neem aan dat dat niet het geval is. Dat is inderdaad zo. Dan komen we gelijk bij de voorstellen, de raadsvoorstellen van vanavond. En het eerste raadsvoorstel, en dat is raadsvoorstel 23.1, betreft het vaststellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van onze gemeente. Wellicht is het goed om even een korte inleiding te geven, vooral voor de mensen hier aanwezig op de publieke tribune en thuis. Volgens de gemeentewet overlegt de commissaris van de Koning met de gemeenteraad over de eisen aan de benoeming van de burgemeester. En die eisen worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. En dit overleg vindt altijd plaats voorgaand aan het vaststellen van de profielschets in dezelfde openbare vergadering. De raad en de commissaris van de Koning bespreken de profielschets en in deze vergadering en daarna stelt de raad de profielschets, als het goed is, vast. Voordat deze bespreking begint, zou ik graag het woord geven aan de beoogd voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Spirk. Alvorens ik vervolgens het woord zal geven over de reflectie van onze gouverneur op de profielschets. Graag het woord aan de heer Spirk. Hij staat aan. Verstaanbaar? Oké. Zo, ik ben verstaanbaar. Goed. Geachte voorzitter, gouverneur, raadsleden, college en overige aanwezigen in de zaal. Als voorzitter van de Vertrouwenscommissie in oprichting is het een eer u allen welkom te heten bij deze bijzondere raadsvergadering. Bijzonder woord van welkom aan de commissaris van de Koning, of zoals wij in Limburg zeggen, de gouverneur, en de kabinetsleden in ons mooie Limburg. En Simpelveld natuurlijk, was een versprekertje. Een slogan over Simpelveld luidt: Simpelveld, daar begint het. En dat klopt, want onze zoektocht naar een kroon benoemde burgemeester begint vanaf vandaag. Voordat wij de profielschets nieuwe burgemeester aan de gouverneur aanbieden, neem ik jullie kort mee in het proces dat de Vertrouwenscommissie in oprichting de afgelopen maanden heeft doorlopen. Zoals wellicht bekend heeft elke fractie binnen de gemeenteraad 1 persoon voorgedragen om zitting te nemen in deze commissie. Dat zijn de raadsleden mevrouw Van Hommerig, de heer Ortmans, de heer Weijers, de heer Delahaye en de heer Spirk. De commissie wordt ondersteund door de Griffie, te weten mevrouw Bartholomé, de heer Simons en vanuit het college is de wethouder Gulpen als adviseur naar voren geschoven. Op 5 juli 2022 had de Vertrouwenscommissie in oprichting haar eerste bijeenkomst. Buiten het kiezen van de voorzitter is er een plan van aanpak gemaakt hoe de commissie dit proces vorm gaat geven. Vervolgens is de commissie aan de slag gegaan.
Op 24 oktober 2022 waren de fractievoorzitters uitgenodigd voor de eerste kennismakingsgesprek bij de gouverneur. Na dit gesprek heeft de commissie de koppen bij elkaar gestoken en het gesprek goed geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat de commissie de inhoud van het proces vooropstelt en de politieke kleur geparkeerd wordt. Daarna is de commissie voortvarend aan de slag gegaan. Er waren goede discussies gevoerd, waardoor een degelijke profielschets burgemeester Simpenveld uit de bus is gerold. Ook de verordening op de vertrouwenscommissie is een goede samenspraak tot stand gekomen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de commissie, op het moment dat het onderzoek van Berenschot bekend was, hiermee in de profielschets rekening heeft gehouden. Noemenswaardig is dat in het proces de samenwerking binnen de commissie goed en constructief geworden is. Want ik wil zeggen dat we het altijd eens waren, maar er was voldoende ruimte om goede inhoudelijke discussies te voeren. Eveneens heeft ieder lid van de commissie goede ideeën ingebracht in de profielschets. Het resultaat mag er wezen. Een profielschets die aanspreekt. Bekijk alleen maar aan de voorpagina. Een animatiefilmpje dat op ludieke wijze is vormgegeven en door enkele commissies, door de commissieleden en ingesproken is door de heer Weijers. Om die reden is onze verwachting dat er een ruim aantal kandidaten zullen solliciteren op de vacature burgemeester van Simpenveld. Als voorzitter van de commissie ervaar ik steeds meer teambuilding en is de commissie ervan overtuigd dat goede samenwerking een belangrijke voorwaarde is. De leden van de commissie zijn zich terdege bewust van wat van hen verwacht wordt en zullen hier op een verantwoorde en integere manier mee omgaan. Niet enkel de samenwerking is belangrijk, maar ook de geheimhouding, waar alle leden van de vertrouwenscommissie zich aan moeten houden nadat deze gemeenteraad de vertrouwenscommissie heeft benoemd. Concreet betekent dit dat u als raad geen enkele informatie meer krijgt over het proces. Ieder lid van de vertrouwenscommissie is dan gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht. De vertrouwenscommissie zal de komende periode, zie de conceptplanning, een drukke, intensieve, maar ook een interessante periode tegemoet gaan. Met als doel de beste burgemeester voor de mooiste gemeente. Tot slot wil ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie deze raad bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Om aan de slag te gaan om de beste persoon te vinden die het ambt van burgemeester gaat bekleden. Dit voor alle burgers, ondernemers, instanties, verenigingen en de gemeente Simpenveld. Ik dank u namens de commissie voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Spirk, voor deze toelichting en een kijkje in de keuken van het proces tot op heden. Dank daarvoor. Ik kijk gelijk ook even naar onze gouverneur, want u bent ook in kennis gesteld van het beoogde functieprofiel. En ik kan me voorstellen dat u wellicht daar nog iets over zou willen melden of vragen. Aan u het woord. Dank u wel, burgemeester. Geachte aanwezige leden van de raad, college, ondersteunende Griffie, mensen in de zaal, terecht dat u er bent, want er staat iets heel moois te gebeuren, namelijk het gezamenlijk zoeken naar de volgende kroonbenoemde burgemeester. Dank aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de goede inleiding die u zojuist gaf. Waarmee u zelf ook al benadrukte wat het belang is van met name een hele goede samenwerking. Dat is wat ik volledig wil onderschrijven. Maar dat zo'n proces ook elkaar dichter bij elkaar kan brengen in alles wat u in de politieke strijd doet. Dit doet u gezamenlijk. Gezamenlijk op zoek naar de beste burgemeester voor deze prachtige gemeente. Dat heeft u heel mooi verwoord en ik onderschrijf dat. Ook heel goed dat u nogmaals onderschrijft. En ik moet dat ook altijd als gouverneur blijven zeggen. De geheimhouding is inderdaad van ongelooflijk groot belang. En dat is niet alleen omdat het in de wet staat. Het is echt een strafbaar feit als u inderdaad zou gaan lekken uit de vertrouwenscommissie. Maar het heeft er natuurlijk ook een veel bredere belang bij dat het vertrouwelijk gaat.
U hoopt dat natuurlijk de beste mensen solliciteren. Er zijn vaak ook mensen die nu al ergens anders een functie hebben. En ja, dat kan er uiteindelijk maar één worden. Dan is het heel vervelend als je er niet zeker van bent dat als je solliciteert, dat het ook in vertrouwelijkheid gaat. En dat jouw naam niet meteen op straat ligt van degene die wil dus blijkbaar weg waar die nu zit. Dus op het moment dat we dit met z'n allen in het land niet heel zorgvuldig doen, ja, dan is het knap lastig om de beste mensen op de beste plek te krijgen. Dus ik ben heel blij dat u ook gewoon actief aangeeft hoe belangrijk dat is. Waarvoor dank. Ik heb de conceptversie mogen ontvangen. En ik wil u allereerst een ongelooflijk groot compliment maken. Ik was echt onder de indruk van de tekst, duidelijke tekst, waarnaar u op zoek bent. En eigenlijk heeft u al een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. De voorpagina, als dat nog niet opvalt, dan weet ik het ook niet meer. Heel apart en heel mooi. En ik denk dat je daar absoluut mee voor de dag kan komen. Desalniettemin, heb ik toch even een paar toelichtende vragen. En niet omdat ik nog iets heb aan te merken op de inhoud. Want zoals ik al zei, ik ben ervan onder de indruk. Het is echt een mooi document waar iedereen mee aan de slag kan gaan. Maar ik weet uit ervaring dat mensen die geïnteresseerd zijn, die kijken de vergadering van de profielschets altijd even terug. Om te kijken van, is het inderdaad wat ik ervan kan verwachten en wat bedoelen ze precies? Dus dat geeft u nog eens een keer de gelegenheid, middels een paar vragen van mij, om nog even die diepte in te gaan, wat u nou precies bedoelt met een stukje uit de tekst. En vooral ook om nog een keer extra reclame te maken voor deze prachtige gemeente. Dus zo moet u ook zien waarom ik nog een paar inhoudelijke vragen nog even ga stellen, waar u dan de gelegenheid krijgt om daar nog even op in te gaan. Het eerste gaat over de kernwaarden, waarin u een hele mooi overzicht maakt van welke kernwaarden u verwacht van de komende burgemeester. Klantgerichtheid, kwaliteit, samenwerking, duurzaamheid, klimaat en milieu, aandacht voor de leefomgeving, toerisme en recreatie, dat mensen ook hier graag blijven wonen, basisvoorzieningen, participatie, kleinschalig ondernemerschap. Schaap met de 1000 poten zou ik onderhand zeggen als u zoveel kernwaarden heeft. Dus vandaar mijn toelichtende vraag. Waarin zou de nieuwe burgemeester straks een uitgesproken voortrekkersrol kunnen vervullen? Zit er bij deze competenties ergens een punt dat je zegt van ja, met name daar zou het mooi zijn, behalve dat hij de rest natuurlijk zo goed mogelijk doet, maar zou mooi zijn als hij daar echt ook een voortrekkersrol in zou kunnen spelen. Wellicht kunt u daar een duiding aan geven. Ook wordt er alvast vooruitgeblikt op met name de financiële veranderingen in de aankomende jaren. Dat zal niet vreemd zijn. Ik denk dat alle gemeentes met datzelfde worstelen. Maar ligt daar dan in uw visie ook een duidelijke opdracht voor de burgemeester op het gebied van hoe dat vorm te geven, om daarin te lobbyen? Wat is daar de rol van de burgemeester in? Een punt wat ik altijd heel belangrijk vind, en wat een van de kerntaken van de wettelijke taken ook van een burgemeester is, en wellicht kunt u daar even ook uw visie over geven, is de rol van een burgemeester in het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Wellicht kunt u een beetje inzage geven wat uw ervaringen in Simpelveld daarin zijn en hoe groot de opgave wellicht is voor een burgemeester die Simpelveld op dit moment nog niet goed genoeg kent, dat u daar een beetje inzage in kunt geven. Een hele mooie die u aangeeft is de blijvende zelfstandigheid van de gemeente Simpelveld. Dat wordt eigenlijk al op de eerste pagina meteen duidelijk gemaakt. Dus daar is wat dat betreft iemand die zou twijfelen. Nou, je slaat het nog niet open of het is meteen duidelijk. Als u hier komt, u weet het. En op welke manier zou de burgemeester daar ook echt invulling aan kunnen geven? Want daar komt denk ik ook nog wel het een en ander bij kijken. Een kleine gemeente heeft zijn enorme charmes, enorme kansen. Maar ik denk dat het ook wel een punt is om te kijken van waar zoeken we dan met wie de samenwerking. Want je kunt je als kleine gemeente ook niet alles veroorloven aan kwaliteit om binnen te halen. Dus op sommige terreinen zul je de samenwerking denk ik moeten zoeken. Ik denk dat het goed is om even een inkijkje te geven hoe u als commissie en als raad daar naar kijkt. Een hele mooie die ik er ook in trof is dat u met name ook echt de zoektocht heeft geopend naar jong talent.
jong talent in de organisatie om frisse nieuwe geluiden. Zodat je een mooie balans krijgt tussen de ervaring en de nieuwe mensen. En mijn simpele vraag is, geldt dat ook eventueel voor een burgemeester? Of nodigt u ook met name jong talent uit om te solliciteren? Of zegt u, het maakt ons niet uit. Wellicht goed om daar nog even een visie op te geven. Een belangrijke voor iedere gemeente is ook de strategische visie. En een stuk is ook duidelijk dat u het komende jaar wilt gebruiken om die strategische visie verder te ontwikkelen en uit te werken. Alleen halverwege het jaar komt straks natuurlijk de nieuwe burgemeester. Ik denk dat een nieuwe burgemeester ook nog wel graag wil laten weten van, ik heb misschien ook nog wel een visie daarop. Is daar dan nog volop ruimte voor dat, dat hij of zij straks daar ook voor de langere termijn nog invloed heeft op deze belangrijke agenda? Bijna tot slot, u geeft aan dat er mogelijk een assessment aan de orde is. Ik ga ervan uit, en ik neem aan dat dat bevestigd dan kan worden, dat dat bedoeld is om te kijken of er nog ontwikkelpunten zijn bij eventuele kandidaten voor het burgemeesterschap. Normaal gesproken is daar namelijk in zo'n procedure het assessment voor bedoeld. En ik ga ervan uit dat we daar hetzelfde over denken. En wellicht, en dat is mijn laatste vraag en misschien wel de allerbelangrijkste vraag. En ik zou zeggen, maak er samen vol gebruik van. Waarom zouden alle kijkers en luisteraars die dit volgen moeten solliciteren op Simpelveld? Dat was mijn bijdrage, burgemeester. Dank u wel. Toch een hele kluif, gouverneur. Het is ook niet zomaar iets, hè? Dat ben ik helemaal met u eens. Ik kijk naar de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer Spirk, voor de beantwoording. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Nou, dat zijn natuurlijk toch wel een paar vragen waarvan ik zeg van niet van geringe aard. Maar wat betreft de zelfstandigheid van Simpelveld, een invulling aan dat geven. Ja, wij zijn eigenlijk financieel gezond. We willen eigenlijk ook het opzoeken met andere buurgemeentes om samenwerkingen aan te gaan. We zijn ook al samenwerkingen aan het gaan, gemeenschappelijke regelingen, et cetera, noem maar op. En dat is eigenlijk van hoe wij proberen en trachten gewoon zelfstandig te blijven als kleine gemeente. U hebt het over het jong talent. Is eigenlijk een vraag ook van welke burgemeester zoeken we eigenlijk? Het zou zomaar kunnen zijn dat we zeggen van, ja, laat ik het zo zeggen, we zoeken geen man, we zoeken geen vrouw. Ze mogen ook alle twee zijn, een man of een vrouw. Dus dat is niet het probleem. Hij mag jong zijn, zij mag jong zijn, oud of hoe dan ook. Wat wel is dat we een persoon zoeken die toch minimaal 2 termijnen zou kunnen meegaan als burgemeester. En dat is natuurlijk wel, dan ga je dan, als je iets ouder bent, natuurlijk eens even over nadenken of dat dan nog wel juist is. Maar het hoeft ook geen ervaren, laat ik zo zeggen, het hoeft ook geen recente burgemeester te zijn. Het kan ook een zij-instromer zijn. Het kan ook iemand zijn die bestuurlijk ervaren is. Het hoeft niet gelijk binnen het politieke jargon te zijn. Het kan ook in de onderneming zijn. Dus het is een andere vraag. Dus dat is dan jong talent. En jong talent wordt altijd gestimuleerd, dus wat dat betreft. En nou heb ik de financiële veranderingen. Ik wil niet alle vragen voor mijn eigen portie nemen, maar we hebben ook nog collega's. Ik weet niet wie de financiële vraag van de rol van de burgemeester kan beantwoorden, wil beantwoorden. Nee? Mag ik dan meneer De La Haye het woord geven? Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, ik heb ook goed geluisterd naar uw vragen. En ik denk dat ze een beetje in elkaar overlopen. Maar in elk geval zijn we, of het nou een jonge of een oude burgemeester is, maakt leeftijd niet zoveel uit. Wel talent, dat wel. We zijn in elk geval op zoek naar een burgemeester met bestuurlijke ervaring. Opgedaan in het openbaar bestuur, het bedrijfsleven of een ander sector van de samenleving, waarbij de kennis op het financiële vlak van de bedrijfsvoering een pre is. Je krijgt de kans om samen met de nieuwe gemeentesecretaris een vernieuwende bedrijfsfilosofie en cultuuromslag te ontwikkelen. Je politieke en bestuurlijke sensitiviteit, je kennis van democratische structuren en processen en een coachende leiderschapsstijl komen hierbij goed van pas. Als kleine, krachtige gemeente willen we zo lang mogelijk de eigen broek ophouden.
Daarvoor zoeken we een persoon die niet alleen daarin gelooft, maar dit ook daadwerkelijk uitdraagt. Enerzijds door samen te werken met andere gemeenten in de EU-regio, de provincie en het Rijk, want samenwerken is het sleutelwoord voor een sterk, sociaal en zelfstandig Simpelveld. En anderzijds door als burgemeester onze gemeente enthousiast, krachtig en met trots te presenteren. Je bent vindingrijk, daadkrachtig, proactief, verbindend en behartigt de belangen van de gemeente in alle facetten. Tegelijkertijd ben je een mensenmens. Je hebt oor en oog voor wat leeft in de samenleving. Je spreekt de taal van de gewone burger. En je bent zichtbaar en aanspreekbaar voor iedereen. Als je over deze vaardigheden beschikt en aan de in het functieprofiel genoemde aspecten voldoet, daarnaast nog een gezonde dosis humor meebrengt, you talking and understanding English, Sie sprechen und verstehen Deutsch, en toch nog een beetje en ook nog een beetje dialect, ben jij de persoon die wij zoeken. Dank u. Heel mooi. Dank u wel, meneer De Laar. Even kijken, de kernwaarden hebben we dan gehad. De financiële veranderingen van de komende rol burgemeester. Is dat een beetje beantwoord? Wat hebben we nog meer? De zelfstandigheid hebben we. Strategische visie. Mag ik die... Het woord aan... Dank u wel, voorzitter. Tweede voorzitter. Juist. Ja, strategische visie. Er ligt een strategische visie van 2013 tot 2023. En de bedoeling is dat die strategische visie, er staat bij, dat er een stuk continuïteit in zit. Maar ik denk dat het vooral ook een kwestie is van het opwaarderen van die visie. Want als je die visie bekijkt, dan staan er heel wat dingen in die helaas nog niet gerealiseerd zijn, of als je het positief zegt, dat die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Dus dat ontwikkelen, dat is natuurlijk heel belangrijk in de komende periode. En ik heb zelf een paar onderdelen ervan uitgeplukt, bijvoorbeeld toeristisch-recreatief, heel belangrijk voor Simpelveld. Rust en ruimte hebben we hier. We hebben het miljoenenlijntje waar een stuk upgrading van zit aan te komen. We hebben een historisch verleden en vooral ook Romeins verleden. Dat willen we ook steeds meer visualiseren en gestalte geven. En we hebben hele mooie oeves om verblijfsaccommodaties kleinschalig gestalte te geven. En daarbij hebben we ook nog de mogelijkheid voor bed and breakfast. Dan hebben we bijvoorbeeld ook een problematiek van ontgroening en vergrijzing. Bij sommigen is dat verkaling. Maar dat kun je natuurlijk ook zien als een kans. En de kans moet je zoeken in een stuk uitdaging richting zorg en richting woningbouw. Om te kijken hoe we daar in de komende periode gestalte aan kunnen geven. Ik denk dat ook op organisatorisch gebied, dat hebben we gezien, een organisatieoptimalisatie zal moeten gaan plaatsvinden. Maar dat is meer gestrookt op een ander onderzoek, maar kan dus duidelijk onderdeel uitmaken dadelijk van die nieuwe strategische visie. Wat ook een heel belangrijk punt is, is burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie. De gemeente is van ons allemaal. Dat kunnen we goed laten merken door ook met burgers, met stakeholders, naar gemeenschappelijke oplossingen te zoeken. En wat daarbij ook van belang is, is het kleinschalige ondernemerschap. Dat we graag ook vanuit vaak familieondernemers gestalte blijven geven. En dat ook van belang is voor het in stand houden van de basisvoorzieningen. Kortom, het nieuwe elan willen we graag richting geven en daarbij centraal stellen nieuwe uitdagingen die vaak noodzakelijk zijn en nieuwe opgaven. Dus strategische visie
vraagt wel de nodige aandacht en ook de nodige tijd en energie. Dank u wel. Dank u, meneer Weijers. Dan hebben we nog een vraag opstaan van de rol ondermijnende criminaliteit. Wat voor een rol is daar weggelegd voor de burgemeester? Ik zal hem doorgeven aan de heer Ortmans. Ja, dank u wel. De ondermijning gaat uiteraard niet bij Simpelveld langs, maar komt daar ook vol binnen. Toevallig hebben we dinsdagavond nog een uitgebreide voorlichting hier gehad in deze ruimte. En je denkt, kleine gemeente, valt wel mee. Af en toe krijg je iets mee. Dus een vat gevonden of diverse vaten. Of een jeugdige aangehouden met een pistool of zak of met vuurwerk onder het bed. Maar we kregen hier toch een aantal kentallen voorgeschoteld. Waar je toch wel begint na te denken van, het gaat hier niet voorbij. Het zit vol in onze samenleving, ook in onze kleine gemeente. En ik denk ook dat een van de taken van onze nieuwe burgemeester is, daar heel alert op te zijn. En ook zeer zeker, we hebben gezien op dit moment is er één ambtenaar, dan zeker te kijken of dat ook niet uitgebreid moet worden in samenspraak met deze raad. Want gezien de noodzaak op dit moment, en ook voor de toekomst, en het wordt alleen maar erger, en gezien ook de situatie bij de gewone burger, die het steeds moeilijker krijgt en zich in alle bochten begint te wringen om toch ergens een euro te verdienen, zal het heel hard nodig zijn. En daarbij natuurlijk ook voor de burgervader een luisterend oor bij de burgers om te kijken van hoe kan ik het voorkomen. Want voorkomen is altijd beter als genezen. En daar ligt ook op dit moment en voor de korte toekomst een hele belangrijke taak. Dank u wel, meneer Ortmans. Dan blijft de vraag, brilletje op, assessment, die geef ik dan door aan mevrouw. Dank u wel, voorzitter. U wilde graag een bevestiging horen over assessment. Inderdaad, een onderdeel is voor bevestiging van de ontwikkelpunten van de één of meerdere kandidaten. Uiteraard willen wij als vertrouwenscommissie dat onderstrepen. Mijn voorgangers ook al geconcludeerd en aangegeven. Er moeten gewoon minimaal drie types, vinden we heel erg belangrijk dat die in die kandidaat zijn, ongeacht wat uit de assessment tevoren komt. Een energieke mensmens, hebben we zojuist gezegd, die tussen de mensen staat. Dat is één, die verbindingen aangaat en vooraf een uitgezette koers vaart. Dus een veranderingsproces kan inzetten. Kennis van democratie, maar die past die ook toe. Dus kennis hebben, maar kennis toepassen is vers 2. Een hele mooie uitdaging. Je ziet dus die uitdagingen, maar ook de kansen voor dit huis. Het is heel belangrijk dat de kandidaat met name die enthousiasme, die energie, de uitdagingen ziet en kansen neemt voor dit huis, onze burgersvereniging en bedrijfsleven. En daarbij ook de juiste lijntjes uitzet, zoals zij zeiden, lokaal, regionaal, provinciaal, euregionaal ook nog wel, om niet te vergeten. Voor die veranderingen draait de persoon, hij of zij, de hand niet voor om. En eigenlijk met die twee tools heeft hij natuurlijk ook een bepaald beschikbaar budget. Dus hij moet echt creatief kunnen ondernemen om het juiste beslissing te kunnen nemen. En ik denk dat dat het belangrijkste is om met de mensen, met ons allen, samen voor het juiste doel te gaan voor een langdurig, duurzame toekomst voor onze inwoners. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van Ommerich. Dan rest ons nog één vraag. En dat is eigenlijk een vraag die kunnen we algemeen laten landen, denk ik. En dat is... Waarom zou een potentieel burgemeester solliciteren op de functie in Simpelveld? Dus ik zou zeggen, ga uw gang. Ik geef even de namen aan, dat jullie ook in beeld komen. Mevrouw Van Ommerich, alstublieft. Ja, we zeiden zojuist al, het is een kleine gemeente, maar er liggen ontzettend veel kansen en mogelijkheden. Zowel op microniveau, de dorpen, de gehuchten, dan wel op macroniveau, provinciaal, regionaal, nationaal. Maar wat ook niet belangrijk is, als je hier komt wonen, je komt hier ook werken. Je werkt en woont in deze hele mooie gemeente. Het is een bruisende vereningsleven.
met gezellige terrasjes om op uit te gaan. En ik denk als deze vacature voor je interessant is, zou ik zeggen, pak die kans en pak de bal aan. Dank u. Meneer Schone. Ja, dank voorzitter. Ja, de voorzet die de gouverneur gaf heb ik even opgepakt en nagedacht van een nieuwe burgemeester zal hier moeten komen wonen. Mevrouw Van Hommer, ik zei het ook net. Ik ben bij mezelf te raden gegaan, want ik ben hier ook ooit komen wonen. En toen ik ging tellen en als ik goed heb geteld, dan is dat bijna 44 jaar geleden. Daar hoef ik weinig aan toe te voegen. Dat betekent gewoon dat ik nog hoop heel lang in deze gemeente te mogen blijven. En ik denk dat dat genoeg zegt. En u en wij weten allemaal dat die 44 jaar ook nog een jubileum vormen. Maar daarvoor moet u wel de volksaard van de Limburger kennen of leren kennen. En de voorbereidingen voor het feest die zijn al behoorlijk in ontwikkeling. Misschien nog een klein geheimje voor een nieuwe burgemeester. Dat kan een persoonlijke nood zijn, maar ik vind dat u een fantastische werkruimte krijgt in dit gemeentehuis. U kijkt uit over water, u ziet een spetterende fontein. En ik denk dat dat een mooie plek is om de Simpenveldse zaken te overwegen. Dank u, meneer Schone. Zijn er nog de heer Zwanenburg? Ja, dank u wel. Ik zou zeggen tegen de nieuwe burgemeester, u wordt burgemeester van een tuindorp. Wat is een tuindorp? Een tuindorp is een gebied wat typisch stedelijke aspecten heeft, maar ook dorpse karakter. En die hybride vorm, dat is juist een uitdaging waar je als burgemeester kan onderscheiden. Omdat je te maken krijgt met stedelijke aspecten. We hebben net ondermijning gehoord. Maar je wordt ook verwacht dat je als je in het dorp loopt, dat je gewoon contact met mensen hebt. En dat je dus eigenlijk heel laagdrempelig bent en toegankelijk bent. En als je dan tegen dingen aanloopt, dat je ook weet hoe je die in de organisatie moet krijgen, wat moet je moet doen. En dat zou mijn uitdaging zijn, of aan de burgemeester, een nieuwe burgemeester zeggen, als je die uitdagingen aan kan, dan pas je hier. Ja. Dank u wel, meneer Zwanenburg. Ja, dank u, voorzitter. Ja, graag wil ik als fractievoorzitter van Samen 1 toch nog even kijken. Ook natuurlijk heel veel succes en wijsheid toewensen natuurlijk met de voordracht voor de twee kandidaten. Die moet gaan leiden natuurlijk naar onze ideale burgemeester. Maar zoals ik zei, ik wil wel nog wat kwijt. We hebben toch het laatste jaar hebben te maken met onze waarnemend burgemeester. En dan wil ik toch wel ook erbij zetten dat eigenlijk door zijn opmerkzaamheid en doorzettingsvermogen heeft hij ervoor gezorgd dat een aanzet is gedaan naar noodzakelijke vernieuwingen binnen onze organisatie. Dat vind ik wel even dat u even ook moet meenemen, want als het aan de publieke opinie in ons gemeenschap ligt, lijkt het misschien niet zo moeilijk om bij voorbaat de juiste keuze te maken. Maar desalniettemin, wat fractie Samen 1 betreft, gaan wij ervan uit dat er gelijke kansen zijn voor alle kandidaten die reageren op deze mooie functie. Simpenveld verdient een inspirerende, vernieuwende, verbindende, betrokken, maar vooral empathische burgemeester. Dank u wel. Dank u wel, meneer Onings. Meneer Delay, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Het is wat de gouverneur mee begon. Het uitnodigende foto voor op de functieprofiel. Als die niet triggert tot een sollicitatie met een plaatje waarbij de hele gemeente kort en krachtig eigenlijk wordt weergegeven in al zijn facetten. Als dat geen trigger is, dan weet ik het ook niet meer. Dank u. Dank u, meneer Delay. Zijn er nog raadsleden die eventueel hun... Aan u het woord nu. Krijgt de hamer weer terug. Dank u wel. Ja, dank ook voor alle bijdragers uiteraard. Ja, ik kijk even naar u, gouverneur, want volgens mij bekruipt u zelf niet het gevoel dat u te snel heeft gesolliciteerd op de functie van gouverneur. Maar goed, aan u nog even het woord om te reflecteren. Dank u wel. U heeft ruimschoots
bent u tegemoet gekomen aan mijn hoop om Simpelveld op de kaart te zetten voor zover het eigenlijk nog nodig is. Maar dat heeft u voortreffelijk gedaan. Ik denk dat iedereen die nu zit te kijken of dit terugkijkt en denkt, hey, zou dat misschien iets voor mij zijn, heeft u het voortreffelijk verwoord dat ze er geen spijt van krijgen en dat het een enorme strijd gaat worden wie dat hier mag gaan doen. En ik wil ook iedereen die dit terugkijkt ook echt aanbevelen. Schroom niet, twijfel niet. Het is een pareltje in het zuiden. Schrijf die brief. En Simpelveld, zoals het terecht gezegd werd, verdient de allerbeste burgemeester in deze prachtige gemeente. Dank u wel. We gaan over tot formele besluitvorming met betrekking tot het voorliggende conceptprofielschets. Ik kijk even rond. Zijn er woordmeldingen met betrekking tot de vaststelling van het profiel of mogen wij van het concept van de conceptprofielschets een definitieve profielschets maken? Ik kijk even rond. Ik zie geen signalen dat we hem niet in deze hoedanigheid mogen vaststellen. Dan is dat bij deze gebeurd. Ik feliciteer in elk geval in de voorbereiding ook de vertrouwenscommissie in oprichting. En ook dank richting de griffier voor zijn ondersteunende werkzaamheden daarbij. En ik denk inderdaad dat we trots mogen zijn op de layout. Maar nog veel belangrijker natuurlijk op de inhoud. Mijn felicitaties. En voordat zometeen de profielschets wordt overhandigd door de voorzitter van de vertrouwenscommissie aan onze gouverneur, laten we even kort een filmpje zien die denk ik op zijn plaats is op dit moment. Simpelveld, daar begint het. Een uitnodigende gemeente met bijna 11.000 inwoners. Bestaande uit twee dorpskernen, Bocholt en Simpelveld. Gekenmerkt door een bruisend verenigingsleven waarin het goed toeven is om te wonen en te werken. Gelegen tussen het landelijke heuvelland en het stedelijke parkstad. Met als toeristische trekpleisters de Miljoenenlijn en het Romeinse verleden. De kracht van onze gemeenschap kenmerkt zich door tradities, rijke historie en met name kleinschalige familiebedrijven die onze gemeenschap levendig maken. Waar zijn onze burgers naar op zoek? Naar een eerste burger die verbindend, toegankelijk, energiek en vernieuwend is. Sta je open voor veranderingsprocessen waar de organisatie en de gemeenschap behoefte aan heeft? Heb je oog voor bedrijfsvoering? En is de gemeentelijke financiële huishouding jou ook niet vreemd? Dan is de volgende stap in jouw carrière burgemeester van Simpelveld. Is jouw interesse gewekt? Bekijk dan de profielschets op de website van provincie Limburg of op de site van de gemeente Simpelveld. De ambtsketen van deze mooie gemeente ligt voor je klaar. Pak jij hem op? Heel mooi. Heel mooi. Ja. Een inspirerend filmpje die denk ik precies laat zien in de notendop hoe mooi deze gemeente is en wat de waarden zijn binnen deze gemeente. Heel mooi samengevat. Wij gaan naar het volgende. Nu vergeet ik nog bijna het belangrijkste, gouverneur. Ja, nou, u zou natuurlijk de profielschets in ontvangst moeten nemen. Excuses daarvoor. Ik kijk naar de voorzitter van de vertrouwenscommissie. En we gaan over tot de overhandiging. Doe
even met de hand erbij, hè? Dat heb ik gehoord. Top gedaan. Dank u wel. Het zou toch niet gebeuren dat die winnaar Maastricht rijdt zonder profielschets? Nee, ik zat er net nog even over na te denken. Ja, het is gelukkig goed gekomen. Dan gaan we toch door naar het volgende voorstel, 23.2. Het raadvoorstel voor de vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie, de leden daarvan zijn al door de beoogd voorzitter genoemd. De secretaris van de vertrouwenscommissie, de heer Simons, de plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie, wordt voorgesteld mevrouw Bartolomé. En als adviseur inderdaad wethouder Gulpen. Ik kijk rond of er met betrekking tot de vaststelling van de verordening woordmeldingen zijn. Dat is niet het geval. Dan is dit raadsvoorstel aangenomen. En is dus de verordening ook vastgesteld als beginpunt van het proces om te komen tot een door de kroon benoemde burgemeester. Ik kijk even naar u, gouverneur. Ik weet niet of u nog in de afsluiting... Geef u nog even de kans om in de afsluiting nog iets mede te delen, iets mee te geven in dat proces. Allereerst gefeliciteerd. U heeft een echt prachtig document, prachtige film. Er is niks staat meer in de weg om de juiste burgemeester te zoeken. En ik wens de commissie daar ongelooflijk veel succes, maar vooral ook heel veel plezier bij. Dank u wel. Dan, dames en heren, sluit ik deze vergadering en verzoek ik u weer vriendelijk om te gaan staan voor het afsluitend gebed. Almachtige God, na het einde van deze vergadering danken wij u voor uw steun bij ons werk, dat door uw zegen rijpe vruchten mogen dragen voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van onze gemeente. Dank u wel.